Hallo dames en heren, jongens, meisjes, opa's, oma's en anderen. We gaan verder met Harry Potter en de gevangenen van Azkaban. Ik zei deze keer in één keer goed. En wat we nou precies gaan doen, denk je? Ik hoor je denken van, hé, wat gaan we nou precies doen? We gaan, wat in de vorige episode ook een dingetje was. Hey, Harry, hierheen! Oké. Wat in de vorige episode ook nog moest doen, was we moesten... die ken je niet betalen. Ja, waarom roep je me dan, jongen? Vuile ginger. Nee, grapje. Shh. Gintjes zijn mooie mensen, zeker. Maar, we moesten via dit portret, hè? Dat klopt. Schelvis. Oh, hoe gingen we dan naar... We moesten naar gedaanverandering, juist. Oh, die schoot ik lekker eens mee op. Ja. Sterrenglans. Kan ik naar alle? Nee, toch? Zeeslang. Jawel, kut. Mantigora. Ja, hoe moet ik nou weten welke naar fabeldier gaat? Hobbel. Sommigen zijn fucking grappig. Oké, hoe gaan we naar gedaanteveranderingen? Waar is gedaanteveranderingen? Kan ik dat ergens vinden? Oh, op de eerste verdieping. Oké, tof. Dan weten we dat. Ik ga lekker naar de eerste verdieping toe. Dan gaan we dat er gewoon heen. Tuurlijk gaan we dit niet doen. We gaan met fucking portretten, weet je. Zo bij dat zijn we wel. Eerste verdieping. Schelvis. Oké, eerste verdieping. Dus gedaanteverandering is gewoon ergens hier zo. Ja, maar dat vind ik leuk, dat vind ik interessant. Slytherin. Dat is zwadderig. Even een spel opplannen. Depulso. Serieus, twee smackies. Oké, wat heb jij dus even kuts gedaan? Ik ben dit jaar de afdelingsspeker. Jullie Gryffindors maken geen schijn van kans. Nou ja, wist je dat wij hem tot nu toe elk jaar bij hebben gewonnen? Oh, daar zijn we hebben nog. Ons foppert. Oh, kijk! Wezel, Griezel en Pottermans! Foppen. Wezel, Griezel. Griezel in plaats van Griezel. Oh, die zwadderaar zit ook vast. Hij heeft ons opgesloten. Oh jeetje. We moeten allemaal tegelijk een spreuk uitspreken. En dan doen we dat toch? Als wij hem uitgeput hebben, gebruik jij je Carpe Retractum spreuk. Oh tof, dan kan ik dat schild wegtrekken. Oh, toppie! Drie slachtoffertjes! Kom op, foppen. Oké, eerst gaan we ze allemaal dit doen. Dan een Carpe Retractum. Niet eerlijk! Ja, zeker wel eerlijk. Kom op, nog een keer. Is echt niet beter dan dit? Zemeltje. Kun je echt niet beter dan dit? Zemeltje. Oh, jawel, kijk maar, ik doe gewoon dit. Kom maar. Rick de Sandler. Hij smijt met steenkool. Carpe Retractum. Je hebt hem bijna, Ron. Kun je echt niet beter dan dit? Zemeltje. Carpe Retractum. Oh, dat is niet aardig. Hij is gewoon zijn schild kwijt nu. Ja, en nu, hè? Nu heb je alleen nog maar een wapen, maar kijk eens wat daarmee doe. Dat bedoel ik. Ja, later foppen. Echt super grond. Die zwadderaan loopt nog steeds op de achtergrond. Dat is nu een andere. Oh, hij gaat gewoon naar binnen, joh. Snel naar de les gedaanteveranderingen. Door foppen zijn we nu laat. Nou, ik vond persoonlijk foppen best wel snel deed anders, hoor. Maar dankjewel, Hemmeling, dat je mij als speler in twijfel trekt. Daar ben ik heel blij mee. Oké, maar we gaan naar gedaanteverandering. Welkom in de les gedaanteveranderingen. Een van de meest gevorderde gedaanteveranderingsspreuken verandert een tovenaar in een faunaat. Faunaten kunnen zichzelf in dieren veranderen en weer terug in mensen. Bijvoorbeeld zo. Kat. Wordt ze een kat? Zal ze een kat worden? Zo wordt een kat. Dat is de gedaante. Oh, die awkward stilte, jongen. Hebben jullie vragen? Ja, dat was echt duidelijk dit. Professor Anderling, zijn weerwolven faunaten? Nee, faunaten bepalen zelf wanneer ze in een dier veranderen. Een weerwolf kan dat niet. Dat is een goede vraag, hoor. Vraag vandaag goed, behandelen we de spreuken Draconivors en Lapivors. Juffrouw Griffel, misschien zou u zo vriendelijk willen zijn om de oefening te proberen? Ik? Ja, graag. Wilt u zo vriendelijk zijn deze deur door te gaan? Dit is echt een hele leuke challenge, want je kan niet veranderen in een konijn en een draak. Ik kan me wel herinneren dat die lang duurt, dus misschien maken we deze episode wel die we beginnen challenge met niet Lapivors, af. Lapivors, juffrouw Griffel. Juist, Lapivors. Het transformeren van een klein voorwerp in een konijn. Goed zo, juffrouw Griffel. 5 punten voor Gryffindor. Yes! Gebruik de spreuk Lapivors op het standbeeld van het konijn. Dan kunt u het getransfigureerde konijn besturen.
Oké, is goed. Dat zal ik ze even doen, hè? Hop! Gebruik de pijltoetsen om het. Dat is even kijken. Oké, er zijn hier 8 secrets te ontdekken. Oké. De rechtermuisknop laat het konijn huppelen. Druk op de pijltoets vooruit en hou de rechtermuisknop ingedrukt voor grote sprongen. Druk op de Enter-toets om de spreuk wanneer je wilt op te heffen. Oh, of maak af waar je met het konijn aan was begonnen, dan houdt de spreuk vanzelf op. De besturing hiervan is wel een beetje hatelijk, moet ik zeggen. Goed gedaan. Zoek nu naar een hoopje aarde. Ja, wordt wel flink zoeken, hoor. Plaats het konijn op het hoopje en druk op de linkermuisknop, zodat het gaat graven. Dat juist. Is goed. Linkermuisknop om te eten of te graven. Heel goed. Uitstekend, Joko Griffel. Ja, dat deed hij goed, hoor. Ben ik nog niks vergeten of zo? Dan kan ik natuurlijk gewoon het hele spel als konijn gaan spelen. Nee, dat kan ik niet pakken als konijn. Wat tof, je ziet jezelf hier nou gewoon. In deze uitdaging kom je konijnen holen tegen, juffrouw Griffel. Nee, daar ben ik net heen geweest. Als er vast zit voor een hol, kun je op de linkermuisknop drukken. Het konijn eet zich er dan doorheen. Oké. Op de linkermuisknop drukken om het gras weg te eten. Heel goed, juffrouw Griffel, maar dat wist u net ook, anders kon hij het niet doen. Even kijken, misschien heb ik smerkjes laten liggen in de bosjes, daarvoor kom ik terug. Nee, heb ik niet gedaan. Oké, ik kan toch spatie doen of zo? Nee, enter, om de spreuk op te heffen. Hoe kon ik de spreuk ook opheffen? Kut, sorry. Ask. Enter. Ja, enter gewoon, oké. Depulso! Oh, we hebben weer een kaartje. Gewoon even een kaartje uit, gewoon zo'n ridder. Stof. Ik ga de kaart trouwens niet meer lezen, omdat het de laatste wel heel snel gaat. Ik wil misschien nog wel een keer in de laatste aflevering gaan een beetje kijken welke grappig zijn. Zo, dit valt echt niet op. Misschien vind ik nog iets. Unicorn. Nee. Met een lapivorsje. Lapivors. Oké. Eten. Nou, ben ik heel benieuwd. Kijk eens, smackies. Oh, wat mooi. Smackies. Ik wil ze aan alle smaken. Smackies. Oké. Kom hier op. Ja, ik zag het kuiltje wel trouwens, hoor. Maar wil ik even als laatste doen. Misschien is hier nog wel een secretje of zo. Je weet het nooit. Ik bedoel maar, weet je. Kijk, hier bijvoorbeeld. Hup. Nou, we hebben die dan. Maar ik zag er nog eentje. Die gaan we natuurlijk ook doen. Precies, lapivors. Even kijken, we komen namelijk zo. En dan zag ik hier ook nog een graf dingetje. Wat zal daarin zitten dan? Oh, gewoon smackies, tof. Ah, kom maar hoor. Ze zijn altijd welkom. Enter. Zo. En even kijken, dan moeten we hier doorheen. Oké, spel opslaan. Even kijken. Is hier iets te doen? Oh, tuurlijk, een lapivorsje. Kom maar, eet het. Kom maar naar achteren, twerk that ass. Twerk that ass. Kom maar, op die, kan je niet op die bloembak springen, joh? Fucking retard konijn. Oh, jij kan het wel, oké. Kan ik hier doorheen, is de vraag. Kan ik als soort van James Bunny gewoon. Wappetaps? Nee, dat kan niet, oké. Ja, je weet maar nooit, weet je, altijd proberen. Oké, even hier zo. Even alles pakken. Ik denk dat dat de reden is waarom alles zo lang duurt, omdat ik graag alles wil pakken. Als die smacks nou gewoon volledig links liet leggen, duurt dat dan niet zo lang. Maar ik wil ze allemaal, Pokémon. Oké. Hoe kom ik hier op? Naar binnen, hier zo misschien. Laat ik ze eens proberen. Het is zo mooi, hij eet als iemand die mondharmonica speelt. Oké, kom. Wat is het bedoeling dat ik op het dak spring als een of ander vriezer en dan daar weer naartoe gaan? Dat kent ik helemaal niet, Timor. Nee, dat moet niet zo, joh. Hè? Of wel? Echt waar? Moet het echt zo? Hé, hey, die heb ik nog niet gezien. Kijk, dat komt nou eens leuk uit. Dat komt nou eens. Daar word ik nou eens een vrolijke man van, hè? Een papflappie. Oh! Kan dat? Hoe moet ik daar hierin? Hoe moet ik hier nou heen dan? What the hell? Gjelfjeggen. Even kijken. Nou, dat is vast nog wel een manier. Kan ook niet zo. Nou, gewoon.
Misschien kan het toch via die put. Laten we het proberen. Ik wil ze hebben. Oh, wacht. Misschien moet ik gewoon dit knopje activeren anders. Ja, joh. Tuurlijk. Misschien moet dat. En dan kom ik daar zelf misschien wel uit. Maar ik ga het toch nog zo proberen. Oh, laat maar zitten. Ik ga wel gewoon hierin. Maar daar kom ik niet meer terug, hè? Oh, nee. Dat meet ik niet. Mag ik nog één smackie missen? Dat laat ik echt niet over mijn lijk. Ik ga echt terug voor dat ene smackie. Dat meen ik serieus. Ik ga het doen. Als ik hier alle smackies heb en ik kom daar boven uit, ga ik terug voor al die andere smackies. Oké, ik denk dat we daar uitkomen waar ik deed dat ondertoe aan. Ja, daar zijn we hoor. Oké. Yay. Maar je denkt er niet dat we klaar zijn? Nee. Zeker niet. Ik wil serieus dat ene smackie. Kom, je hoeft alleen maar in die put te springen. Steeds niet, gast. Dus je bent een konijn. Hoe moeilijk is het om een smackie te vangen? Oké, goed zo. Enter. Goed zo. Nou, gaan we door. Dan gaan we nu mooi verder met de spreuk Draconivars. Stoffen spreek kunnen we vliegen. Uit op het drakenbeeldje, voor Griffel, zodat het in een levend wezen verandert. Nou, juffrouw Griffel, die is gek. Oh, geweldig! Ja, dat is tof. Om verder te kunnen, moet je de draak gebruiken om de vuurbalbonus te krijgen. Vlieg omhoog en land op het platform. Oké. Steek dan de toorts aan. Daarmee is dit deel van de uitdaging afgelopen. Aan de slag, juffrouw Griffel. Druk op de spatiebalk om de draak te laten vliegen. Ziekelijk hoog dit is. Met de rechtermuisknop kan het ook. Druk op de linkermuisknop om de draak vuur te laten spuwen als hij een vuurbalbonus heeft. De draak spuwt per vuurbalbonus één keer vuur. Tof. Ik wil even alle smekjes natuurlijk. Om het dus geloof het of niet, het is moeilijker als het eruit ziet. Met je besturing is niet helemaal correct zoals we hem nu kennen. Om het zo te zeggen. Hij heeft een 4 bonus. Ik kan die nog wel even inhouden, hoop ik. Ja, anders maar niet. Wow. Het is wel een goede training hoor, met die smackies, want die zijn nog niet zo makkelijk om te pakken. Hier is nog eentje. Voem. Uitstekend, juffrouw Griffel. Dank je. Hier is volgens mij zoveel te doen. Ik ga gewoon onder. Ik doe het gewoon. Hier, daar gaan we al. De pulso. Ik krijg wat fucking veel pompoentaart. De pulso! Die zijn hier echt wel dingen te doen, inderdaad. Oké, hier in de pulsootje op zijn er nog meer. Nog eentje en dan. Gebeurt er niets? De pulso! Ik ga deze ook water spugen. Maar dan niks. Misschien die nog of zo. Oh, kijk eens. Kijk eens wat we hier hebben. Oh, er is een geheim bijgekomen daar. Tof. Kom op. Oké. Hemelien, je draagt niet als een pussy. Kom, jij ook. Kom gast, kom. You can do this. Hallo, hoe gaat het? 1. Is dat wat ik krijg? Voor dat geheim? Oké. Ja, only question is, how do I get back up? Oké, zo. Niet dat er verder nog geheimen zijn hier, dus. Nee. Begin ook al zoals Harry. Oké. Oh, is hier weer een draakie, maar misschien is er nog andere dingetjes te doen, dat weet je natuurlijk nooit. Draconivore! Want alle geheimen, hè? Dat had ik al gezegd. Ah, kijk, dat schat die waggelt. Met zijn pootjes.
Hoi. Hoi. Kom maar. Tja. Ja, ja, ja. Maar ik zie hieronder iets. Ik wil hier een andere. Ik ga het gewoon doen. Zal ik gewoon vallen? Ik ga het gewoon doen hoor. Val ik dan dood? Ik denk het wel. Kut zo, ik wil best wel graag naar onder eigenlijk. Ik dacht, er moet een manier zijn toch? Of niet? Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb het gedaan. Oké, dan krijg je een schets. Oh, het was gewoon een geheim hier hieronder. Er zijn echt veel percentage, which is nice, weet je. Ja, 35 percentages. Dat is goed, krijgen we nou nog een ketelcookie. Hebben we die gekregen? Want ik zag eentje op een platform bungelen. Ja, dag. Ketelcook. Oh, waarschijnlijk kunnen we die alleen krijgen als het platform draait. Misschien kunnen we dat nog een keer doen met de draak, wie weet. Laten we even proberen. Kom maar hier, kom maar hier. Dat is jammer. Of we gaan met de draak doen, zou dat kunnen? Gaan we proberen. Yay, oké, we hebben hem. Tof. Nou, dan gaan we lekker verder. Oké, nice. Ik dacht, is vol of gewoon, dat weet niemand, maar dat maakt niet uit. Kijk, als je nog wat te doen. Impulso! Impulso! Pompoentuintjes, die zijn belangrijk, die moeten we ook hebben. Oké, dan gaan we. Timmer met de draak. Want het konijn kan net zo hoog vliegen. Maar dan gaan we eerst even met konijn. Lapiforce. Oké. Kom op. Jij kan doen dit. Zo, het gaat wel allemaal ver hoor. Op het dak, vrieren konijn. Kom hier overheen. Beetje graven. Yes. Oké, hier kan je ook nog graven. Super sick, we hebben al 300 dingen. Oké. Even kijken. Kan ik uit de Devil Champ is de vraag. Nee, dat kan niet. Oké. Kom. Knauw. Kou. Knauw of kou? Wat zal het zijn? Knauw. Hij moet het door knauwen. Oké, dit is een secret waar ik niet heen moet. En misschien kan ik nog niet meer terugkomen. Zeg mijn gevoel, hè. Ik weet het eigenlijk wel zeker niet meer terug gaan. Oké, dan moet ik even enter doen. Dan moet ik even opnieuw doen. Lapiforce, inderdaad. Dat bedoelde ik. Ding, 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 ring, ding, ding, ring, ding, ding. Waar was dat weer eens? Het was hier zo in. Nee, dat was het niet. Wat is het dan ook weer? Kut, ik ben het kwijt. Oh ja, hier zo. Moet ik even zorgen dat ik niet flikker. Daar is namelijk een geheim, dat zag ik. Oh, kijk eens, dan verander je in een draakje. Dat is mooi. Draconivoor. Precies. Zo. Kom op, pakken. Oké. Hier kunnen we in en dan kunnen we niet in als we geen draak waren. Dus misschien is hier nog wel wat te doen. Oeh, misschien is hij wel heel veel te doen zelfs. Kom, waggel je way out of it. Kom op, doe het. Doe het. Doe het. Doe het. Daar gaat hij, hè. Daar gaat hij. Kom op, pak ze allemaal. Yay, smackies, smackies, smackies. Misschien dat ik een beetje een saaie aflevering, maar dat komt ook best wel omdat deze opleiding
Omdat deze... hoe zeg je dat nou? Omdat deze challenge de gedaanteverwisselingen uitdaging, zeg maar, die duurt best wel lang. De Laponifos en Draconifos ding. Maar toch, ik hoop nog dat jullie niet vervelen deze aflevering. Als jullie dat wel doen, dan... Sorry, spijt me, dan heb ik mijn job gefailed. Nee, niet eens mijn job, want het is niet eens mijn... Ik verdien mijn centjes er niet mee. Weet je. Mag je dus weten dat ik dat niet doe. Oké, kom. Wappatee. Ja, rots. De middelste gelijk, als een knots. Oké, kom jij maar hier. Dan gaat deze namelijk ook. Zo, ik sta echt wel op mijn platform. Ja, die is er ook. Ja. Oké. Even kijken, gaan we even naar boven. Boven. En dan. Prachtig, kijk, nu kunnen we klimmen natuurlijk. Nu kunnen we weer klimmen. Dat kunnen we doen. Nee. Nou, dan moeten we natuurlijk aan antieke spel laden. Dat vind ik niet zo relaxed. Jongen, we moeten nog daar naar buiten kunnen komen, ja? Kan dat nog? Mag dat nog? Fuck. Is een bundyman. Meen je dit nou echt? Een bundyman scheidt een stinkend slijmspoor af dat je moet vermijden. Walgelijk! Je kunt een bundyman verdoven met Rick de Sempra. Als je snel genoeg bent, kun je bovenop springen voor een eventuele beloning. Oké, Rick de Sempra. Rick de Sempra. Kom op, ik wil een eventuele beloning. Rick de Sempra. Kan die zeker niet meer terug. Terwijl daar ook weer fucking iets interessants te doen was. Ja, dat is kut. Dan moeten we later voor die uitdagingen terug. Dat is echt heel genaaid. Maar jongens, de aflevering is lang genoeg. Ik ga hem hier even eindigen. Tot de volgende. Daag.